Waar val je op? Dat ik even... Ik val wat knapper. Knap en ja. Qua figuur? Ja, toch wel een mooie slank figuur. Slank en grote borsten? Hallo, Blinker. ...1999, de vooravond van een nieuw tijdperk. Elke seconde telt. Een eenzame Amazone en haar dappere ros trekken ten strijd. Tegen de algehele verslonsing van het protocol. Tegen bizarre en vervreemdende modernismen. En ten faveure van de romantiek van weleer. En bedenk, er is slechts één PK nodig om vooruit te komen in het leven. Daarom, te paard, te paard. Als een jongeling vroeger naar de handdong van een schone maagd, overlaadde hij haar met tastbare en niet tastbare gunsten. Derhalve was het niet ongebruikelijk het object zijner verlangens lekkernijen aan te bieden. Welaan, hoe reageert de moderne jeugd op zoete hofmakerijpraktijken uit vervlogen tijden? En in het bijzonder op de aloude klassieker... Hey, wil jij een lekker hapje van mijn sprit? Wat? Wil jij een hapje van mijn sprit? Zo? Ja, omdat ik je heel erg leuk vind, dan moet ik je even... Dag dames, willen jullie een hapje van mijn cookie? Ja. Ja? Of van mijn cookie? Ja hoor. En dan moet je nu een gesprek komen. Ja. En zij dan? Zo. Ja, krijgt zij ook een cookie? Of, nee, ze moeten allebei een hapje nemen. Allebei een hapje. Nu moet je contact maken. Ja, zo, waar liepen jullie heen? Waar gingen jullie heen? Stad in? Ja, stad in. Ja? Ja. Nou, eet maar op, hè. Neem maar hoef je niet meer? Nee. Dus een hapje van mijn sprits is geen goede. Nee. Pekkie? Lolly? Drop? Noga? Ja. Geen snoeptypes? Ja, wel. Hè. Wel? Waar hou je dan van? Suikerspin? Nee. Wat moeten we jou nou aanbieden waardoor je een beetje vrolijk en toegankelijk wordt? Drop. Oké. Okay. Slecht voor je gebit. Een dropje van me. Ja, maar ja, alles... Wil je een dropje van me? Heb een drop? Nee. Zou jij een hapje van mijn koekje willen? Zou jij een hapje van mijn koekje willen? Oh, kijk. Kijk. Zo. Zag je dat? Ze eet uit je hand. Ja. Hallo, wil jij een hapje voor mijn koekje? Nee. Nee? Nou, is dat geen afwijzing hier? Hallo, wil jij een hapje van mijn koekje? Ja hoor. Ja? Wil jij een hapje voor mijn koekje? Oh. Kijk. Ja. Vind je het leuk? Moet je happen. Wow. Je hapt eerst voordat je kijkt, zie je dat? Ja, maar ik zag al gelijk dat het een lekker koekje was. Dat is een mooie vrouw. Ja. Zou jij een hapje van mijn koekje willen? We hebben een vraag. Kunt u even komen? Vroeger, als een man een vrouw het hof maakte, dan bood hij haar iets lekkers aan. Ja. En dan willen we kijken of dat nog steeds sympathiek ontvangen wordt. Dus hij vroeg weer een hapje van mijn koekje. Ja. Klein hapje dan. Kijk dan. Ze eet wel uit mijn hand gelijk. En ja, en meteen uit je hand. En? Heerlijk. Oh ja, wij Nederlanders zijn gek op dieren. Ons land is uitgerust met sanatoria, rusthuizen, ambulances, begraafplaatsen. Ja, zelfs psychiaters voor dieren. Waarom dan? Zitten er 30.000 weeshondjes in diverse asielen in ons land, triest en eenzaam achter tralies te wachten op een liefdevol onderkomen? Wat is dit? Nou, dat is lief. Oh goed, kijk nou. Dat is een beetje bang. Nee, maar hij is heel stoer hoor. Ja, nou, hij ziet er ontzettend stoer uit. Je wou wel langs de zin. Ja, eigenlijk wel. En nou heb ik wist iets van, eigenlijk had ik het ook wel moeten doen. Ik bedoel, zit toch wel... 30.000 hè, zit er in het asiel. Heeft u overwogen om naar het asiel te gaan? Naar het casino? Nee, het asiel. Oh, het asiel, nee. Nee, het casino zou ik zo'n dame van stand nooit aanraden. Nee, het asiel. Nee. Waar heb je het hondje vandaan? Waar ik het vandaan heb? Ja? Uit het asiel. Wat goed! Het is de beste hond die je maar kan voorstellen. Hij luistert als een speer, hij doet niemand het kwaad. En iedereen die vechten wil, daar wint hij het in principe van. Maar zelf weer, hij vecht hij niet. Oh, ik zie geranium. Jij gaat niet van de geranium eten. Kijk, denk je dit is dierbescherming? Een draaideur, dat wordt een beetje een probleem, denk ik. Ja, nee, daar hoef je niet doorheen.
Ah, zijn nummer. Dat zijn twee mannen. Die zijn niet schuurd. Hallo. Hallo. Milan de Lange, dit is mijn paard Linker. Niels. Hoi, Linker. Meneer Doorland, hè? Ja. Dierenbescherming. Ja. Ja, wij maken ons een beetje ongerust over het hondenbestand in Nederland. Ja. Want de Nederlander staat bekend als heel dierlievend, maar de asielen die zitten toch redelijk vol. Behoorlijk vol zelfs, ja. Terwijl er wel wachtlijsten zijn voor rashonden. Dat vinden wij zo'n vreemde contradictie. Ja, dat is het natuurlijk ook. Hè. Mensen die per se een golden retriever willen, zijn bereid om lang op de wachtlijst te gaan staan. Terwijl in de asielen op dit moment, nou pak een beet zo'n 30.000 honden. Op jaarbasis zitten te wachten op een nieuw baasje en dat getal stijgt. Hè. Sinds vorig jaar stijgen 10% waar te nemen in het aantal honden. Ja. Dus ja, dan ga je echt afvragen, mensen, waarom nou per se zo'n rashond? Ja, dus ook zo'n film als honden in één Dalmatie, dan wil iedereen een Dalmatie. En die reclame met dat golden retriever pupje van het wc-papier. Ja, precies hetzelfde verhaal. Ja. We zien dan ook onmiddellijk dat het aanbod met name uit voormalige Oostbloklanden toeneemt. Daar worden die dieren echt gefokt als de vraag toeneemt. Nou, je kunt je de gevolgen voorstellen. Ja. Dat is niet vrij. Ja, en dan nogmaals ga je je afvragen, als die asielen zo bommetje vol zitten, waarom gaan mensen dan niet naar die asielen toe? En die fijne verhalen van we nemen een hond en dan gaan we op vakantie en dan binnen maar een boom, gebeurt dat nog? Ja, zeker. In de zomerperiode, ook dit jaar, hebben we weer gezien dat er een enorme hoos is in het aanbod van honden, ook katten trouwens. Ja. Ja, dat zijn toch mensen die niet goed hebben nagedacht en dan die hond letterlijk over het hek dumpen of in een doosje bij de ingang zetten. Dat komt helaas nog altijd voor, ja. Kijk, hier zitten ze, al die zielige hondjes, op een soort afbraakplek in Rotterdam. Vlak bij een autosloperij, ook afgedankte apparaten. Hallo, heeft u een hondje uit het asiel gehaald? Ja. Wat goed. Goed, hè? Wat ontzettend goed van u. Mag ik hem eens zien? Ja, tuurlijk. Oh, wat ontzettend aardig van jullie. Wat vinden jullie er nou van dat mensen alleen maar rashonden willen hebben? Daarom hebben wij hiervoor gekozen. Echt? Daarom hebben wij hiervoor gekozen. Ja. Iedereen wil altijd rashonden. Je betaalt er alleen extra voor. En ik vind een vuilnisbak sowieso sterker, vaak veel vriendelijker. En beesten hebben, die verdienen ook een kans. Hartstikke lief. En hoe gaan jullie hem noemen? We hebben hem Turbo genoemd. Turbo? Ja. Goed. Ik laat jou maar even hier, want jij wordt een beetje nerveus, hè, van al die honden. Even op me wachten hier. Goedemorgen. U bent de directeur of beheerder, zou ik zeggen. Beheerder. Hallo, Milan de Lange. We zijn flink verbouwd hier, hè? Ja, we zijn drukdoende. Hoe lang blijft een hond nou gemiddeld bij u? Zo'n 24, 25 dagen. Met name de kleinere honden worden wat sneller geplaatst. De grotere honden gaan het wat moeilijker. Ja. Is dit een ras? Het is een hond die... lijkt op een Hollandse herder. Ja, precies. Ja. En hoe lang is die hier al? Die is gevonden en die zit nog in zijn quarantaineperiode, dus die kan hier een week weer zitten. Deze is ook gevonden. Hebben ze die te vondeling gelegd? Ja. En hoe oud tenminste, is die? Hij is gevonden en dan hangt er meestal geen kaartje bij van mijn naam is Vicky. Nee. En ik ben te vondeling gelegd. Nee, nee. Maar het feit dat hij nog niet opgehaald is door de eigenaar, toont aan dat hij waarschijnlijk niet meer gewenst is bij de vorige eigenaar. Oh, gosh. Dan gaan we tot herplaatsing over. Dus proberen we een ander tehuis voor de hond te vinden. Mag ik eens proberen om tot herplaatsing van dit hondje over te gaan? Als dat zou kunnen. Ja. Prima. Maar alleen maar bij mensen die lief voor hem zijn, hoor. Want anders daar is hij veel te zoet voor. Dan neem je ons werk gedeeltelijk uit handen, want zo proberen wij ook te werk te gaan. Ik noem hem Bob, denk ik. Mag hij eruit? Ja, hoor. Ga je mee? Goed, Rolly. Nou, als we daar geen thuis voor vinden, dan is Nederland gek. Hè? Hij lijkt op een Jack Russell, hè? Hij lijkt op een Jack Russell. De hele bouw en het uiterlijk komt vrij veel overeen met dat van een ras Jack Russell. Ja. En het gedrag. Ook redelijk. Het is een vrij pittig hondje.
dat zeker ook ten opzichte van andere honden best wel laten zien dat hij of zij de baas wil zijn. Hij denkt dat hij een Duitse dog is. Precies. Op zich is dat wel goed dat hij op een Jack Russell lijkt, want ik heb gehoord net bij de dierenbescherming dat die heel populair zijn op het moment. Jack Russells, ja. Dat zijn heel erg wilde hondjes. Betaal je zo'n 2000 gulden voor een echte Jack Russell? Ja. En wat moet Bob opbrengen? Voor Bob betaalt men een bijdrage in de kosten en die is veel lager dan dat men betaalt voor rashonden. Ja, dus iets van 100 gulden of zo. Ja, iets meer, maar 200. Dat, ja. Nou, we houden u op de hoogte van onze avonturen. We horen het wel. Ga je mee, Bob? Kom maar door. Kijk, hij loopt naast. Naast Bob. Bob naast. Kijk, Blinker. Ja, zeg. Zie je wel hoe groot Blinker is? Je bent toch ook een opgewonden konijn, zeg. Kijk. Goed, Bob. Het is een beetje pijnlijk wat we met je gaan doen. Het is pure exploitatie. Ik ga je dus gewoon aan iemand aanbieden. Maar je dient een hoger doel daarbij. He? En als die mensen niet leuk vindt, dan hoef je daar niet te blijven. Dus dan blaf je twee keer kort en één keer lang. En dan weet ik dat je het daar niet leuk vindt. Dan neem ik je weer mee. Ja? Kijk, Bob. Hier zijn mensen die op de wachtlijst staan voor een echte Jack Russell. Maar ja, dan hebben we nog nooit een Bob Russell ontmoet. Letter voor Bob. En dat is ook maar helemaal alleen op deze wereld. Hallo. Welkom terug, waarde kijker. Zal het lukken om ons Bobje uit het asiel te houden? Hallo. Hi. Ik wil me even voorstellen. Milan de La Haye, hi. Dat is mijn paard Blinker daar. Ah, schatje. Waarom een Jack Russell? Nou, omdat ik zelf al Jack Russells heb. En hoeveel heb je er hier? Ik heb er maar 5. En dat zijn teefjes allemaal? Of ja, allemaal teefjes, ja. Ik kom met een missie, maar ik begin nu toch ernstig te twijfelen. Maar blijf even zitten, ik heb iets voor je. Ik wil je iets voorleggen. Of iemand eigenlijk. Ik ben naar het asiel geweest vandaag. Ja. En we zoeken een tehuis voor deze... Ik noem hem Bob Russell. Want het is namelijk... Ja, dat weten we. Het zou zomaar een echte Jack Russell kunnen zijn. Maar hij is dus gevonden. Ja. En... Ja goed, als je die bij je loopse teefjes zet, dan heb je meteen een heel nieuw ras natuurlijk. Ja, dus het wordt een beetje erg lastig. Ja. Hij is nog zo puppyachtig, zie je? Dat is nog hier. Pak hem even vast. Ik vind gewoon, je moet inderdaad, en ik denk dat voor zo'n hondje is best iemand te vinden die daar opvalt. Want gaan het is zonder vinden. Meer een hartstikke leuk hondje. En jong. Mocht het nou helemaal niet lukken, hè, met een goed huis voor hem vinden... Kom dan nog even langs, want dan probeer ik gewoon wat in mijn eigen kring. Hè? Ja. Want ik vind, zo'n hond moet je niet meer terugbrengen. Nee. Tja. Misschien ben je in het vorige leven een kangaroo geweest. Een buideldier ben je geweest, denk ik. Hè? Een Australische Bob Russell in Oudenbosch. Het is toch wat dat ik heel Nederland moet doorcrossen om een goed thuis voor jou te vinden, zo'n leuk hondje. Alleen maar omdat je geen rashond bent. Ja! Hallo. Er is iemand thuis. Ja, we zijn thuis. Hallo. Goeiedag. Ik wil me even voorstellen. Milan de La Haye, hi. Hoi, goeiedag. Dit is Bob. Ja. Het is een Bob Russell. Een Bob Russell. Ja, het is het Australische broertje van een Jack Russell. Ja. En u staat op een lijst, hè, voor een Jack Russell. Pak hem eens uit. Ik zal hem eens uitpakken. Ja, pak hem maar. Hoi. Hij lijkt er echt heel veel op, ja, hoor. En hij heeft ook hetzelfde karakter. Ja. Hij denkt ook dat hij veel groter is dan dat hij is. Ja, we hebben 3 kinderen. En je weet natuurlijk niet hoe die met kinderen omgaat. Ontzettend lief. Kunnen jullie even dit hondje aaien? Kijken hoe die doet. Kijk. Gaan we even op de grond? Gaan we even zitten op de grond? Kijken of hij dan bij jullie komt. Nou, hij kwispelt. Hij grondt niet. Hij is, ja. Volgens mij is dit. Nou, kijk. Blinker.
We hebben een tehuis gevonden voor Bob. Nou, komt wel goed, hè? Zo. Nou, Bob, zeg maar dag, Mielene. Hè? Mis hem nu al, Blinky. Ja, zie je wel, jij bent ook geëmotioneerd. Nou, ja. Heerlijk, hè? Communicatie? Ha! Gebabbel per e-mail, anoniem chatten per internet. Vluchtige berichten via draadloze telefoons. Correspondent opgelet. Heb je iemand echt iets wezenlijks te melden? Ga zitten, neem de tijd, orden je gedachten. En vereer die ander met een echte, gepassioneerde, met de hand geschreven brief. Ik zal het gewoon aan mijn ouders schrijven, hè? Ouders. Vind ik wel een goeie. Vind ik ook een goeie. Lieve ouders, nee. Nee. Beste pap en man. Beste? Lieve pap en man. Ja. Oké, goed. Godzomme zeg, als ze bij mij met beste gaan aanschrijven, dan... Lieve pap en man, wat gaan we tegen zeggen? Even kijken hoor. Ik weet dat ik al een tijdje niet meer ben geweest. Oh jee. Oh jongen, ga toch naar je oude moeder toe. Wat voor brief moet het worden eigenlijk? Gewoon een beetje... Een brief recht uit het hart. Recht uit het hart? Ja, want anders schrijf je geen brief, dan kun je het net zo goed e-mailen. Oké. Okay. Ik weet dat ik al een tijdje niet ben geweest. Heb je daar excuses voor? Heb je daar redenen voor? Of zullen we gewoon eerlijk zijn? Ik had het te doen. Ja, nou ja. Mijn ouders wonen in Zeeland en ik studeer nou hier in Haarlem. Dus. Oh, maar dan had je te druk met het studentenleven. Ik had het te druk met studeren of het studentenleven? Met studeren? Met het leven dan. Gewoon. Met het leven. Oh, dat is beter. Hoeveelste jaar student ben je? Een driedejaars. Wat mis je nou echt van je ouders? Ik ben al 3 jaar het huis uit, maar... De vastigheid een beetje, denk ik. Van de mensen, ja. Oké. Okay. Wat doe je dan? Waarin blijkt dat? Ben je een beetje aan het wiebelen nu? Nou, ik ben nog steeds aan het zoeken eigenlijk. Gewoon een beetje naar hoe het allemaal gaat in het leven. Het leven een beetje. Ja. Ik ben nog steeds aan het zoeken naar de juiste levenswandel. Prima, dat is wel mooi. Vind je wel mooi, ja, vind ik wel mooi, ja. En dan gewoon afsluiten of zo. Nu al? Ja, dat was een kort briefje. En daarbij kan ik jullie advies niet gebruiken? Want anders had je gebeld. Nee, ik ben nog steeds... Ik zal het zelf uit moeten zoeken, denk ik. En dat zal ik zelf uit moeten zoeken, daarom kan ik jullie niet al te vaak zien. Prima. Ja, hè? Fantastisch, ja. En omdat ik dat zelf uit moet zoeken... loop ik bij jullie de deur niet plat. Maar ik mis jullie beter. Wel. Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Maar ik mis jullie enorm. Ja. Uitroepteken. Prima. Heel veel liefs van jullie zoon. Paul. Paul. Yep. Nou, dan zet ik hier nog groetjes Mylène en Blinker, want anders begrijpen ze dat handschrift niet. Blinker. En dan of een hoefijzertje voor Blinker erbij, zo. En je gaat het per paard brengen, of? Ja. Ja? Nee. Ik ga per paard naar de brievenbus brengen. Zo. Dance in the old-fashioned way. Zong Aznavour in zijn hoogtijdagen. En zie hier de dansrituelen van u. Opgezweept door Bacchus en geestverruimende substanties, gaat men wild tekeer op harde discomuziek. Weemoedig denken we terug aan de quickstep, de cha-cha-cha en de rumba. Ja, ik denk, hoor je de muziek al? Boem, 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 boem. Je hoeft niet te denken dat ze hier een quickstep kunnen dansen, hoor. Of een cha-cha-cha of een rumba. Ken jij de quickstep? Quickstep, weet je wat quickstep? Ken je die? Nee. Ken jij de cha-cha-cha? Nee. Cha-cha-cha? Nee. Nee? Oké. Okay. Engelse walvlieg. Ken jij de foxtrot? De tango, una paloma blanca. Nee. Oké, nee.
Kijk, een ouderwetse dansschool. Precies wat we zoeken. Kom maar, loop maar door. Hallo, André, wat fijn dat u deze losgeslagen ploeg nog een beetje civilisatie bij wil brengen. Proberen. Ik heb ze net van de dansvloer afgeplukt. Het enige wat hier nog kan is... Doe ik het goed? Ik heb meteen een nekverrekking. Ja, housen, ja. Maar vroeger hoorde dat toch bij je opvoeding, een beetje dansles? Dansen hoort bij je opvoeding, ja. Ja, toch? In principe wel. Oké, we gaan beginnen. Met een quickstep, dat is een van de makkelijkste dansen in zoverre voor de beginners waar we altijd mee starten. We gaan het eens beginnen. Qua danshouding is voor de heer de rechterhand op de schouderblad van de dame. Dan krijg je voor, voor, zij, sluit. Achter, achter, zij, sluit. Als je voor die dame staat, staat de rechtervoet van de heer tussen de voeten van de dame. Ja, dus niet tussen de knieën. Tussen de voeten, zo ja. 1, 2 en voor, voor, zij, sluit, achter, achter, zij, sluit, voor, voor, zij, sluit, achter, achter, zij, sluit. Nou, allemaal in danshouding. Allemaal in danshouding. Vier tellen vooraf, hè. De heren stellen de rug naar midden toe. 2, 3, 4. Voor, voor, zij, sluit. Achter, achter, zij, sluit. Voor, voor, zij, sluit. Achter, achter, zij, sluit. De danshouding bij Letten is anders dan bij het ballroom. We houden ongeveer een halve meter van elkaar vandaan. Dan hebben we iets meer ruimte. Bij het ballroom past hooguit maar een bierveeltje ertussen. Meer niet. Let op hem, let op hem, let op hem. 1, 2, 3, cha-cha-cha. 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 2, 3. Ik heb een voorstel. Laat ze teruggaan. Leer het hem eens eventjes. Nee, we gaan doen. 2, 3, cha-cha-cha. 2, 3, cha-cha-cha. 2, 3, cha-cha-cha. 2, 3, cha-cha-cha. Daar, gevallen engelen, beschadigde zielen, vrijwillig of gedwongen afgesprongen van de immer sneller voortrazende sneltrein des levens. Hun wonden likkend bezien deze vagabonden vanaf gepaste afstand het ronddraaien van de maatschappelijke carousel. Vandaag is het laatste woord aan een van hen. Nou, jongen, vandaag is het donderdag. En donderdag is voor een hoop van onze jongens PD. Dat betekent dat je je geld gaat halen. Of op de bank, of bij het Rode Zand, of hoe dan ook. Bij een of andere regeling die je hebt. En dat betekent dat we allemaal wat drinken, wat gebruiken. Want we zijn, de meeste van ons zijn gebruikers. En ik gebruik 120 milligram driemaal daags. Ja, ja. Ik gebruik in een vrije verstrekkingsprogramma. Weet jij waarom wij op deze aardkloot rondlopen? Ja, natuurlijk. Nou, vertel mij wat is. Dat weet ik heel goed, is om onze soort in stand te houden, toch? Om de soort in stand te houden? Dat denk ik. Vind je jezelf schuldig dat je heroïne bent gaan gebruiken? Of heeft de wereld om je heen ervoor gezorgd? Nee, de keuze is ligt altijd bij jezelf. Ja? Je kan... heel veel gebruikers doen dat, denk ik. Anderen de schuld geven van hun verslaving. Dat is niet reëel. Wat is jouw advies voor de jeugd? Wegblijven van die kankerzooi. Als ik iemand zie die jonger is als 18 jaar, als ik het idee heb dat je niet in ons wereldje zit,
Want dat merk je gewoon aan iemand. Of je er zorgen van heeft, of je in het leven zit in de zin. Als ik het idee heb dat je er niet in zit, je bent jong, 16 jaar, krijg je mij een schop om je reet. Dan zeg ik, die jongen erop, je gaat gewoon kapot. Dat is wat ik tegen de jeugd wil zeggen van 10 jaar en ouder. Dit was het voor vandaag. Trouwe viervoeter en je passagier. Vaya con Dios.